Rik Torfs, professor kerkelijk recht, wordt vandaag 56 jaar. Hoe oud wordt Rik Torfs? 56. 56, ja. Ja, is goed, ja. Even wachten, ze hebben blik. Dan nu, een blik achter de schermen. Gisteren op onze redactiemeeting hadden we het erover, Rik Torfs is jarig. Nee. Ja, we hadden het er ook over. En jij, ja. zei, ja, ik denk half de 60. Maar, en Kurt dacht ook zoiets al. Maar moet je dat niet zeggen? Maar die man straalt zoveel wijsheid uit. Ah. Dat je denkt, we schatten hem gewoon veel hoger in. Ik had hem goed ingeschat. Ja, maar dus jij schat altijd mensen goed in, Sven. Oh, qua leeftijden dan bedoel je. Want jou had ik niet goed ingeschat toen ik je bij. Nee. Rik Torfs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd en mijn excuses hè, voor mijn collega's, maar ja. Maar ik denk half de 60, ik voel me nog veel ouder vandaag. Dus dat was nog vriendelijk eigenlijk. Oh, hoe komt het? Ja, wat stram uit bed komen. Ik lees in de krant dat ik binnenkort een taaltest Engels ga moeten doen na 25 jaar doseren in het Engels. Het is niet zo'n leuke verjaardag om te beginnen. Waarom? Waarom moet u een taaltest Engels doen? Ah, dat is de bureaucratie in Vlaanderen. Iedereen die in het Engels doseert, moet blijkbaar een taaltest afleggen. Ook lees ik dan wanneer je, zoals in mijn geval, al 25 jaar in het Engels lesgeeft. Maar Vlaanderen heeft zoveel geld dat ze voor dat soort procedures nog wat over hebben. Dus dat is dan weer goed nieuws. Je bent kwaad, hè? Ik hoor het. En dat op je verhaal. Eigenlijk wel. In welk land leven we toch? Wat een knettergekke onzin. U moet in de politiek gaan. U moet in de politiek. Is dat de Vlaamse minister van Onderwijs die dat in elkaar heeft gestoken? Ja. Hoe heet die man? Pascal Smet. Ik moet dat hierbij tot de orde. De genaamde Smet. Pascal Smet. How is it possible? Wow. How dare you? Daar is iemand goedgezind wakker geworden, duidelijk. Ja. Happy birthday to you. Bent u eigenlijk bij de verkiezingen nu opgekomen, meneer Torfs? Nee, ik ben niet opgekomen en daardoor ben ik ook niet afgegaan. Maar ik heb wel onze burgemeester, Luc Vleugels in IJsseldenberg, gesteund uiteraard en heeft het goed gedaan. En waarom heeft hij het goed gedaan? Gewoon omdat hij goed is, want soms is de wereld ook nog eens rechtvaardig. Is hij nog beter dan Pascal Smet dan eigenlijk? Oh, nou, daar is geen vergelijking mogelijk. Met de eerste provinciale of zo, maar en Luc Vleugels de eerste afdeling, laten we daarin heel duidelijk. Ik heb nog één vraagje. Bent u van plan om er toch een vrolijke verjaardag van te maken vandaag? Wel, na de afknappen met meneer Pascal is dit gesprek toch een opsteker van belang, waarvoor ik jullie ongelooflijk dank als 65-jarige of wel dat ik nu ook. Meneer Torfs, een gelukkige verjaardag. Geweldig. Geniet ervan. Cornelis en Rogiers. Showtime. Your music, your